Hoi, ik ben Wouter van Voice en zoals je ziet achter mij is het kantoor vandaag helemaal leeg. Alle collega's zijn vandaag een dagje thuis aan het werken. Ik ga er zo meteen een paar opzoeken om te kijken hoe dat is. Hey Miranda. Hey Wouter, leuk dat je er bent. Dankjewel. Hey, hoe is het werken bij jou in je achtertuin? Ja, perfect. Heb je nog een tip voor mensen? Ja, zorg ervoor dat je laptop altijd goed is opgeladen. En een headset die je kan koppelen aan je app is ook wel heel fijn, want anders moet je hier echt zo'n draak spannen. Oké, hele goeie. Hey Joris. Hey. Ben je lekker in de tuin aan het werk? Ja, is helemaal prima zo. Lekker briesje erbij hier zo, prima. Kan je het wel een beetje zien op je scherm zo? Ja, ik heb het contrast verhoogd van mijn laptopscherm en dan kun je zelfs met flink wat zonlicht erop kun je gewoon nog zien wat er allemaal gebeurt. Nou, goede tip. Ja, dacht ik ook. Dus als je dat ook wil, moet je gewoon even googlen hoe het werkt met jouw laptopmerk en dan even opzoeken. Top. Dacht ik. Dat laatste knip ik eruit. Ja. Hey Ritske, dit is een mooie weer, zit je gewoon binnen? Ja Wouter, maar na het werken duik je wel gelijk het zwembad in de achtertuin. Kan je vanuit gaan. Hey, en hoe ben je nu bereikbaar voor je collega's en onze klanten? Ik zit in een belgroepje en daarom ben ik gewoon bereikbaar. Als collega's of klanten daarheen bellen, dan gaat hier thuis mijn telefoon rinkelen. Oké, en hoe zorg je dat het toestel nu niet op het werk op kantoor overgaat? Ik kan via mijn gebruiker, in de klik- en belplugin, kan ik mijn bereikbaarheid aanpassen op de telefoon die ik thuis gebruik. Cool. Cool. Woe! Altijd en overal bereikbaar.